De 5 albums die ze uitbrachten gingen wereldwijd al meer dan 500.000 keer over de toonbank. Hun YouTube-kanaal heeft meer dan 5 miljoen hits. En ze treden op over de hele wereld. Van China tot Indonesië, van Zuid-Amerika tot Australië. Ze bestaan dit jaar 10 jaar en dat wordt in eigen land gevierd. Met een groot optreden in het Klokgebouw in Eindhoven. Epica, Simone, bijna uitverkocht. Nog een paar kaarten. Bijna 5000 mensen staan er dan. Dat is echt een grote zaal. En dat wordt volgens mij een bijzonder concert. Want niet alleen Epica, maar met heel veel gasten. 70 koppig koor en orkest uit Hongarije. Uit Hongarije. Mm-hmm. Godsallemachtig zeg, wat een show zal dat zijn. Over de hele wereld hebben jullie succes in de grootste zalen, hè? Ja. Dit genre muziek, dat wij kennen van Within Temptation. Ik hoop niet dat je tekort doet, maar dat is muziek die... Nee, het zijn onze collega's. Precies, uit hetzelfde genre. Het is wereldwijd, hebben ontzettend veel van die hardcore fans, hè? Ja, nogal. We toeren over de hele wereld en dat doen we al 10 jaar en hopelijk nog 10 jaar. Jullie wonen in Duitsland, Sicilië en Nederland, geloof ik. En af en toe kom je bij elkaar zo'n optredetjes. Ja, voor de wereld draait door. Kijk aan. Wat gaan jullie spelen? Storm the Sorrow. Right on! Dat heb ik dus in het Klokgebouw in Eindhoven met hun retrospect show. Er zijn nog maar een paar kaarten. Haas je als je er zin in hebt.